Elke nieuwe leraar kan rekenen op een geintje. Ik bedoel, we dachten ook van, misschien reageert hij er wel relaxed op. Dan zouden we hem nog wel een kans geven. We gaan niks gemeens doen of zo. We gaan hem heus geen pijn doen. We willen hem alleen maar plakkerig duidelijk maken dat hij hier niet op zijn plek is. Hij komt! Kom, snel! Ik hoop dat deze les wat soepeler loopt dan de vorige keer. Ik heb geen zin om er weer leerlingen uit te moeten sturen. Nee, wij ook niet. Hoe vaak kun je zeggen dat je niet van geintjes houdt? Ik bedoel, dan gaan mensen toch juist doen? Het is dus meneer Boshart met een nadruk op meneer. Wie is hier verantwoordelijk voor? Idioten! Wie? Dit is toch totaal respectloos? Het is onverantwoordelijk dit. Het wordt hier op school alleen maar erger. We hebben een nieuwe gymdocent. En ik dacht, misschien moeten we even een warm welkom heten. En we zagen hem al lopen met die bidon. Dus ik dacht, we gaan even een grapje uithalen. Een beetje azijn of zo. Oké, we gaan dus vandaag hockeyen. Eén van jullie is zo grappig geweest om azijn in mijn water te doen. Leuk, hè? Iedereen opstaan. Jullie krijgen straf mee. Nou, we hebben wel een leuke verrassing voor je. Wat dan? Bo durft niet meer, maar wij nog wel. Ook daar ben je vriendinnen voor, om elkaar te helpen om wraak te nemen. Nou, dus lopen. Die twee hebben dus toch doorgezet. Nadat ik had geappt dat ik het niet wilde. Lekker dan. Wie heeft dit gedaan? Waarom hebben jullie niet geluisterd? Wat meekomen jij? Wat een flauwekul! Het is de auto van de rector. Nou, niemand winkt hem toch? Ja, maar dit gaat hem echt enorm gezeik opleveren. Nou, daar kan hij wel mee omgaan. Wel stoer, hoor. Ja, het idee dat hij de auto van Veld aan het inpakken is al goed. Maar het feit dat hij de auto van de rector aan het inpakken is eigenlijk nog veel beter. Oké, eerlijk, wie zou dit ook doen? Ik zou het echt niet doen. Ik zou het niet durven. Ik zou het echt niet durven. Hij heeft in ieder geval wel lef. Zeker. Nou, dit... gewoon zo'n beetje zijn auto inpakken kan iedereen toch wel. Zo, die put is ingepakt. De conciërge kan nu wel van naar huis bellen. Het is echt iets wat later is vanavond. Nou, goed gedaan. Kijk, deze. Joh. Kijk dit dan, dit is toch prachtig hier. En wat heb je nou geleerd? Ja, dat je helemaal een kauwgompje kan gebruiken. Vinden jullie dit grappig? Nee. Is dit grappig? Een vogelnest op mijn hoofd? Sorry. Dit gaat echt veel te ver. Dit gaat veel te ver. Mijn Ghanese doek is een vogelnest? Ja, dat is belachelijk. Jullie komen na in mijn les. Ik vind het echt niet leuk. Oké, sorry. Je meent het niet eens. Je lacht nog steeds. Als je nu blijft lachen, ja, dan blijf je nog een paar dagen na. Timo, geef me heel even. Nee. Het spijt ons heel erg, oké?